Hoi en welkom bij deze super leuke Sunday video. Vandaag heb ik iets wat ik heel erg graag met jullie wil delen. Namelijk de gloednieuwe Barbie Color Reveal. Dit is zo ontzettend leuk en met een hele magische twist. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Maar allereerst heb ik nog een hele spannende uitdaging voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar op welke manier? Daar moet je eventjes goed voor opletten. Ben jij namelijk rechtshandig? Gebruik dan je linkerhand om deze video een duimpje omhoog te geven. En andersom, als je linkshandig bent, gebruik dan natuurlijk je rechterhand om deze video een duimpje omhoog te geven. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Nou, ik kreeg laatst dus een berichtje over een gloednieuw product. En deze video is daarom dus in samenwerking met Mattel. Want toen ik dit zag, was ik zo ongelooflijk enthousiast. Het ziet er echt mega goed uit. Oh, wacht. Kijk maar. Wow, dit is zo gaaf. Het is echt mega kleurrijk en het heet dus de Barbie Color Reveal. Welke pop onthul jij? Deze buis zit helemaal vol met verrassingen. En het leukste gedeelte hieraan is misschien wel de magische transformatie met water. Maar laten we eventjes naar de verpakking kijken. Het ziet er echt enorm kleurrijk uit. En zoals je kunt zien hebben we natuurlijk de Barbie hier op de voorkant. Daarbij ook allemaal verschillende soorten waterdetails. En het idee hierachter is dat je dus geen idee hebt wat voor pop er in deze verpakking zit. Dat is aan jou om te onthullen. Hier aan de onderkant zijn de 5 verschillende Barbies die je zou kunnen krijgen. En ze zien er stuk voor stuk zo ongelooflijk tof uit. Ik vind het onmogelijk om te kiezen. Dus ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen. En deze Barbies hebben allemaal te maken met één thema, namelijk dieren. Gedurende het jaar komen er nog meer thema's uit. Dus dat betekent dat er nog meer Barbies zijn om te verzamelen. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe we de dieren terug gaan zien in dit geweldige thema. Ta-da-da-da. Oeh, wat een spanning en sensatie. Oh, we kunnen al iets hier zo aan de binnenkant zien. Ik haal deze er nu gewoon eventjes af. En tada! Het ziet er zo ontzettend gaaf uit. Kijk nou, ze lijkt net een astronaut. Ik vind het nu al helemaal leuk. Ik ga meteen even kijken of ik haar hier uit kan halen. Komt u maar, Barbie. Ik red je uit de buis. Oeh, wauw. Dit ziet er echt gigantisch leuk uit. Deze hou ik nog eventjes hier zo, want die hebben we zo meteen nodig. Maar allereerst, hier hebben we echt de hele roze Barbie. En dat betekent dus dat ik geen idee heb wat het uiteindelijk gaat worden. Ze zit nog helemaal omhuld in roze verf en dat kunnen we er zo meteen van afhalen. Ik heb er nu al helemaal zin in. Maar ik wil nog wel even kijken naar wat we nog meer hebben. Oeh, het begint er al helemaal uit te vallen. Ik zie hier hele spannende verpakkingen met allerlei verrassingen erin. En deze horen natuurlijk bij de Barbie. Ik ga ons nog eventjes een beetje in spanning houden hiermee. Dit leggen we aan de kant. Want allereerst wil ik toch wel het allerliefst weten wat voor Barbie ik heb gekregen. Ze ziet er echt super tof uit. En dit is nog niet eens het resultaat. Ik vind wel dat ze het heel goed hebben gedaan. Want ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Welke van de 5 Barbies zal het worden? Ik zal haar nog eventjes een rondje laten doen, zodat we alles hebben gezien. Haar haar ziet er echt mega stoer uit. En verder heeft ze een badpak aan. Maar ja, alles is natuurlijk helemaal roze. En het is tijd om deze roze laag nu van haar af te halen. En dat doen we door middel van deze buis en warm water. Oeh, lekker warm. Ik heb het er dus alvast eventjes bij gehaald. En dit kunnen we er heel gemakkelijk gaan ingieten. Go! Woehoe! Ik zie hierboven een streepje. Dus ik ga het gewoon lekker vullen tot de streep. En yes! Helemaal perfect, jongens. Volgens mij zijn we aangekomen voor het moment van de waarheid. We gaan deze nu in het water dompelen. En kijken welke Barbie eruit komt. Daar gaan we dan. 3, 2, 1... Go! Oh, dit is zo gaaf. Oeh, wow! Kijk nou, het begint er nu allemaal al af te komen. Oh my goodness, het hele water wordt roze. Dit had ik echt niet verwacht en het ziet er echt prachtig uit. Volgens mij heeft ze nu wel genoeg gebadderd. Dus het is tijd om haar eruit te halen en te onthullen. En go! Wow! Hoe ongelooflijk
ongelooflijk tof ziet ze eruit. Kijk nou, ik had echt niet verwacht dat het zo'n gigantische makeover zou zijn. Niet alleen dat, ze heeft een super schattig hondje hier zo voor op haar shirt. Ze heeft dus sproetjes. Ze ziet er zo ontzettend prachtig en leuk uit. Maar dit is pas de eerste van de verrassingen. Dus het is tijd om nog eventjes naar de andere verrassingspakketjes te kijken. Tada! Oh, dit zijn er echt een heleboel. Ik ga beginnen met deze, want ik denk dat ik wel een ideetje heb van wat hierin zit. Knip, knip. Ja, volgens mij heb ik gelijk. Tadadada. Oh, het sponsje heeft echt een heel erg schattig vormpje. Het is namelijk in de vorm van een hart. Maar dit is dus een sponsje. Ik had het eigenlijk al verklapt. Wat je hiermee kunt doen is nog iets heel erg magisch. We kunnen deze Barbie namelijk nog een mini makeover geven. En daarvoor hebben we koud en warm water nodig. Ik heb hier twee hele schattige bakjes. Het sponsje is ondergedompeld in ijskoud water. Dus ik ben zo benieuwd naar wat voor effect het gaat geven op haar lippen. Zo, en... Wow! Haar hele lipkleur is veranderd. En als het goed is, zal er ook nog iets veranderen rond haar ogen. Oh ja, ik zie het al. Kijk nou, ze heeft een hele andere oogkleur. En er is zelfs een beetje oogschaduw tevoorschijn gekomen. En als allerlaatste kan je ook nog haar haren veranderen. Ik haal het hier zo eroverheen. En go. Dat geeft echt een gigantisch groot verschil. Dit is zo ontzettend gaaf. Je kan het hier zo over haar hele hoofdje zien. En als je dit graag weer terug wil veranderen, dan kan dat heel erg makkelijk door je sponsje gewoon onder te dompelen in warm water. Dus ik haal het sponsje met warm water er weer overheen. En wow, kijk hoe ontzettend makkelijk het is om dit allemaal gewoon helemaal weg te halen. En nu ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar deze laatste verpakkingjes. Wat zit hierin? Oh, ik ga gewoon mijn ogen dicht doen en deze uitkiezen. De vraagtekens die hier op de verpakking staan zitten ook inderdaad hier zo in mijn hoofd. Ik haal het eruit en... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Het is een super schattig rokje. Wauw, wat een gaaf en leuk patroon zit erop. Het is dus in de paarse kleur. I love it. En daarbij zitten er allemaal verschillende soorten hartjes in. Ik zet deze meteen eventjes aan de kant. Want wat zit er dan in deze verpakking? Ik gok dat dit ook iets met kleding te maken heeft. Voel het al een beetje. Maar ik ga het nog niet verklappen aan jullie. Wat denk jij dat het is? En... Wow! Dit zijn twee geweldig toffe lila schoentjes met een hele mooie sleehak. Ik weet nu al dat dit echt een hele fashionable Barbie gaat worden. Ze heeft echt kleding die allemaal super goed bij elkaar past. Maar wat is het laatste item? We gaan meteen eventjes uitvinden door het natuurlijk open te knippen. En het er heel voorzichtig uit te halen. Oh, dit is al een hint. Wat is het? Wat is het? Nee, dit is zo gaaf. Het is gewoon een pruik. Hoe cool. Dat betekent dat je nu dus echte haren op je Barbie kunt zetten. En deze is ook weer helemaal bijpassend in het prachtige paarse kleurenthema. Ik pak al haar kledingstukken erbij. En dan zet ik haar hier gewoon eventjes neer. Deze leg ik eromheen. Want ze kan zichzelf, als het goed is, helemaal magisch omkleden. Ben je er klaar voor? Oké, 3, 2, 1... Wow, dit ziet er zo ongelooflijk gaaf uit. Kijk nou naar haar prachtige haartjes. En haar hele outfit matcht helemaal bij elkaar. Wat ben ik ongelooflijk blij met deze superleuke Barbie. En dan nu voor de allerlaatste speedronde gaan we voor een dubbele makeover. Wow, nu zijn ze leeg. En nu zijn ze vol. We hebben nu twee nieuwe poppen en ze gaan lekker badderen in het warme water. Ik heb geen idee wat hieruit gaat komen. Ik ben mega benieuwd. 3, 2, 1, go! En de armpjes moeten erin natuurlijk. Ja! Ik vind die roze wolken echt een prachtig effect. En oh, ik kan niet wachten om te zien naar wat voor Barbies we gaan krijgen. We zijn aangekomen bij de uiteindelijke color reveal. Dus daar gaan we. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ho!
Dit is zo ongelooflijk gaaf. Kijk nou naar hoe geweldig ze eruit zien. Allereerst hebben we hier eentje met een lichtblauwe kleur haar en topje. En daarop zit een kat. En dat is mijn favoriete dier. En daarbij hebben we ook een Barbie met lichtroze haar. En een wit topje met een panda erop. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Maar we zijn nog niet helemaal klaar. Want we hebben natuurlijk nog deze geweldige verrassingspakketjes. En deze ga ik uitpakken. En de Barbies aankleden. Woehoehoe, ze zijn nu helemaal lekker fris en aangekleed. Allereerst hebben we hier deze panda Barbie natuurlijk. En zij heeft een heel erg prachtig en uniek zwart met wit haar. Ik ben er eigenlijk een beetje jaloers op. Lijkt me heel erg tof om ook zulk haar te hebben. En dan hebben we hier natuurlijk het hele prachtige rode haar. Ik vind hem ook heel erg leuk. En ik zie al allemaal verschillende soorten mogelijkheden. Want hoe meer Barbies je verzamelt, hoe meer verschillende accessoires je hebt. En deze kun je natuurlijk allemaal met elkaar mixen en matchen. Ik ben echt mega blij met de Barbie Color Reveal. Wat een geweldig leuke video was dit om te doen. En wat mij betreft helemaal en hartstikke geslaagd. Yes! Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, welke van deze Barbies die ik heb uitgepakt in de video is jouw favoriet? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. Ik ben er zo ontzettend benieuwd naar. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!